Nou, we zijn weer in het land van de levenden. Goedemorgen, het is maandag. Ik voel me verrot, maar we blijven gewoon lachen. En ik krijg net zo'n verschrikkelijk leuke herinnering. Deze is vandaag precies 6 jaar geleden. En ik vind dit zo cute. En ik wil terug naar deze tijd even, maar dat gaat niet. Sarah is vannacht heel ziek geweest. Die heeft mij heel erg wakker gehouden. Die ligt nu naast me ziek op de bank te zijn en tv te kijken. Wat zeg je? Ik zei, dat is. Oh, oké. Dus die had vannacht weer, of nee, vannacht viel het mee met de koorts. Maar nu net was de koorts wel weer aardig omhoog en die zit helemaal verstopt. Mijn been gaat ook nog steeds niet helemaal goed. Maar ja, ja, we gaan het ermee doen. We gaan er gewoon het beste van maken vandaag. En ik heb iets in mijn ogen zitten. En volgens mij is het er nu al redelijk uit. Nou, we zijn weer in het land van de levenden. Sarah lag te slapen en die werd... Of nee, toen ben ik eerst meegeslapen. Toen werd ik wakker. Toen werd Sarah even later wakker. Toen was ze helemaal beroerd. Echt, toen ging het echt even heel slecht. Heel hoog kort weer en helemaal rillen en alles. Dus dat was echt niet leuk. En nu gaat het weer even wat beter. Dus zit even YouTube-filmpjes te kijken. Je moet iets, hè? Marco is ook al thuis, maar die is geloof ik aan het... Oh, kindje. Die is zich aan het douchen en omkleden nu, dus... ik hoop echt dat het morgen al beter gaat. Morgen is het gewoon al kerstavond. Eén goed nieuwtje is, gisteren was het de kortste dag van het jaar. Dus het minst licht, want ze zeggen altijd... Maar mama, de dagen zijn toch even lang? Ja, dat klopt. Maar het was het kortste licht. Dus vandaag is het weer iets langer licht dan gisteren. En dat vind ik echt mega fijn. Want dat betekent dat we richting de zomer gaan. En de lente. En daar hoop ik van. Dus ik kan niet wachten. Het enige wat ik leuk vind aan de winter is laarzen, laarsjes en winterjassen. Daar hou ik echt van. Ik vind truien altijd minder leuk dan zomershirts en tops. En zomerjurkjes. Dus wat dat betreft... En zomers kan je gewoon meer leuke dingen doen, vind ik. Dus het is gewoon aftellen en elke dag niet zomaar wegdrukken, schat. Nee, papa was er niet. Ja, maar dan kunnen wij voor hem opnemen. Je kan niet zomaar wegdrukken. Ga even kijken wie dat was. Sarah ligt eindelijk goed slapen. Het heeft net even geduurd. En we zitten op de bank. Zo ziet het er echt uit of we nog verder van elkaar zitten. Dat is, het valt best mee. Ik had deze voor mij genomen, heel slecht. Maar goed, ik ga volgend jaar weer gezond eten. Dat had ik al verteld. En we gaan Explained verder kijken. Ik dacht even, zet je nou Chip en Piep op? Je stopte daar zo op. Ik denk, daar ben ik helemaal gek van geworden vandaag. Elke keer als ze wakker was, wilde ze alleen maar Chip en Piep kijken. En heel schattig, maar niet voor de 30ste keer. Nee, we gaan Explained kijken op Netflix. Ik vind het echt wel een hele leuke, boeiende serie. Het is wel een aanrader voor iedereen die Netflix heeft. Dit is het tweede seizoen. Eerst hebben we toen ook al gekeken. En elke keer best wel boeiende onderwerpen. En gewoon mooi kort samengevat. Waardoor het gewoon leuk is om te kijken en niet heel langdradig wordt. Zo, het is echt donker. Maar ik ga er geen lamp aan doen. Ik heb net met Marco samen even... Het huis weer een beetje op orde gewacht, in ieder geval deze kamer. Maar er moet gewoon zoveel gedaan worden. Maar ik ben alles nu maar gewoon het nieuwe jaar aan het schuiven. Want ik kan me er heel druk om maken, maar het heeft totaal geen zin. Ik wil wel echt morgen gewoon weer normale kleding aan. Ik loop vandaag weer in Marco's trui met een joggingsbroek. Wilde ik vandaag ook maar gewoon aankleden. Alleen, elke keer als ik zei, oké, nu ga ik douchen en me aankleden... Dan werd Sarah weer zo ziek.
Dus dan had ik ze, nou, weet je wat, ik ga toch de deur niet uit, laat maar. Morgen hebben we wel gewoon mensen over de vloer, dus dan is het helemaal wel lekker. Zo, lukt het me wel. Die springt op tafel, maar dat ging niet helemaal goed. Ik merk dat ze ouder wordt. Echt wel grappig. Iedereen denkt trouwens dat ze altijd een kitten is. Omdat ze heel erg klein van stuk is en een jong kopje heeft. Maar ja, Mimo wordt ook al bijna... Nee, even kijken. Zij is van 2007, dus ze is nu 12,5. Dus niet super oud, maar ook geen jonge kat meer. Mensen denken al dat ze een jaartje is zo. Heel grappig, maar goed. Waar had ik het over? Oh ja. Dus morgen wil ik me dan sowieso gewoon weer aankleden opmaken. Dan voel ik me ook altijd gelijk weer een stuk fijner. Marco is net al naar bed gegaan. Maar ik wilde echt nog even gewoon zitten en een theetje. En ik ben natuurlijk al sowieso echt gewoon 100% de avondmens. Ik heb dan altijd het meeste energie. En dan wil ik opeens alles. Soms ben ik niet vooruit te branden. En dan, ik weet niet. Ik krijg gewoon mijn hoofd dan niet op orde. Dus... Maar dan probeer ik altijd nog wel even rustig te worden. En gewoon heel even te hangen. Voordat ik naar bed ga. Want anders dan stroomt die energie zeg maar helemaal door me en door mijn hoofd. En ik ben dan niet echt het grootste talent in het slaapvallen als ik naar bed ga. Maar dan al helemaal niet. Ik moet wel zeggen, sinds Sarah er is, dat het wel iets beter gaat. Ik ben gewoon moe einde van de dag. Kind opvoeden, hoe leuk ik het ook vind, want ik vind het echt geweldig. Vergt gewoon wel veel energie. Dus voor het slapen voor mij is dat wel echt beter. Maar goed, ik ga even lekker niks doen. Nog even 10 minuutjes. Alles uit. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Morgen begint de kerst, dus helemaal leuk. En dan zie ik je dan. Doei doei.